Hallo mensen van The Asmus Gaming Channel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zelda Ocarina of Time. In de vorige aflevering zijn we Ganondorf tegengekomen. Of Ganon, of hoe je hem ook mag veel noemen. Maar Zelda, die was gewoon weg met Impa. Dus dan denk je van, wat de fuck gebeurde er? Dus toen wil ik nog een paar dingen doen. Hier zo in dit kasteel hier. En dus die ga ik dus dan nu ook doen. En hoe lang ben ik al bezig? Nou, boeit me ook niet. Want ik zet nu al even mijn timer. Want ik kan nu hier zo ingaan. Ja, dat kan. Kon de vorige keer ook al, maar nu kan het gewoon echt. En gewoon zo een beetje. Nou kijk, hier zo. Heb je een man? Zeg maar hallo tegen de man. Hallo. There's a lot going on in the castle right now. I can't allow even the dog to get in the castle. Oké, dan niet. Nou, weet je wat dan, meneer de bewaker? Oh, nee. Dat was niet voor de camera, sorry. Nou, dus dan gaan we gewoon via onze geheime ingang. Tja, ik wil nog eigenlijk best wel weten wat er dan zich afspeelt daar zo, hè. Dat wil ik gewoon echt weten. En als je dat gewoon ook wil weten, dan krijg je dat ook gewoon te weten. Ja, goed begrepen, hè? Echt waar. Je gaat wel heel veel om een kasteel. Ja, boeien. Ik wil gewoon naar binnen. Nee. Ja hoor, die bewakers horen het weer eens niet. Dat daar gewoon zo'n bom afgaat. Nee hoor, dat horen ze niet. Nee. Zagen Link ook vast niet hier zo naartoe gaan. Naar de Great Ferris Fountain. Terwijl ik kassen openmaak. Yeah, kassen voor de win. Ik drink echt te veel kassen, maar ja. Ah, lekker. Maar nu, Zelda's Lullaby. Zo. Oké. En dus dan hebben we die gespeeld. Dan komt hier zo de grote vee. Ik weet niet welke vee het is, maar dit is Sylvia. Ze heeft heel paars haar en een, ja, dezelfde puntiet als de zus. Dat heeft ze gewoon. Dus dan zeggen ze, welkom Link, ik ben de grote vee van magie. Shh, let the magic happen. Oké, ik zal je een magisch spel geven, alsjeblieft, neem het. Nou, bedankt grote Sylvia, of hoe je ook mag heet, ik ben nu alweer de naam kwijt. Oké, nu hebben we Wind's Fire, yeah. Can use this fire not only to attack but also to burn things. Ja. Een battle is een beetje bla bla bla. Kom dan weer terug. Oké, maar nu ga ik even kijken bij hoe het eruit ziet bij het kasteel daar zo achter. Even kijken of ik daar eens nog weer achter kan komen en al dat soort shit. Wat doet het shit? Dus dan moest ik hier zo op als ik het goed heb. Ja, daar staat bewaker. Daar staat de bewaker. Ah, kut! Nou ja, zo kun je tenminste ook weer terugkomen. Echt, ik wilde gewoon weten wat er nu afspeelt, want eerder wist ik dat gewoon niet. Ja, nou eerder ook niet. Eerder niet, ik weet nog steeds niet. Oké, we zijn weer boven. Eens even kijken. Wat hier zo allemaal te beleven is. Oh ja, daar kan ik niet langs. Dat is ook waar. Dus dan gaat die goos dus dan. Haha, ik miste hem. Kut, ik miste hem. Maar die bewaker kijkt ook zo van. Oh, daar is een jongetje. Die zal echt vast geen kat kwaad uithalen. Hè? Hier is langs. Ja, hier is langs. Dus dan volg ik gewoon dit pad weer. En eens even kijken wat hier zo allemaal is. Daar is dus een bewaker. Daar is dus die boom waar die uil eerder op zat. De eerste keer dan. Daar is nog een bewaker. Dus dan ga ik met een grote bocht om hem heen. Dan klim ik hier zo op dit muurtje. Zoals de vorige keer. En dus dan ja, kan ik gewoon hier zo. Mwauw! Zit hier nog roepies? Ja hoor. 8, 9.
10, 11. Nou, er zullen nog wel meerdere zijn hier. Ja. En dus dan kunnen we hier zo meteen weer op gaan. Ja, oké dan. Hoppa, enter. Kukuleku, bitches. Ik ben een haan. Oké, wat is hier zo allemaal? Oké, guards. Kan er niet meer langs, help. Hallo. Hey, stop, you kid over there. Oké, dus dan worden we weer helemaal weggeflikkerd. Gewoon hier zo uit. Ja. Maar volgens mij heb ik hier zo ook niks meer te doen. Wat zit hier zo ook weer bij? Helemaal niks, toch? Hey, Roepie, hallo. Nou, dus dan worden we wel gezien door die castle guard hier, dus dan zijn we ook gewoon snel weg. Yo! Haha, zeg me eerst niet. Oké, dan gaan we maar weer terug. Ik weet het, wat ik nu wil gaan doen is best wel een beetje overbodig, maar het is nog best leuk. Wacht even. Oké, gaan we hier eens naartoe. Openen we dit. Ik praat tegen deze man. Oh, kut, 20 rupees. Dus kunnen we gewoon hier zo tegen die rupees aanschieten. Dus dan krijgen we nog steeds meer rupees na dat soort shit. En dan opeens, ja. Hallo mevrouw, gaat het met jou? Ik heb een... Oké. Ja, je zou me wel beter kunnen verlaten, dat is wel waar. En ik denk dat ik nu wel deze quest kan doen. Yeah, welcome to the Happy Mask Shop. Ja, hallo. To bring happiness to everyone. How would you like to be a happiness salesman? I will lend you a mask. You sell the mask. Bring the money back here. Oké. Yeah, yeah. After you sold all the masks, we will become happy yourself. Have faith. Oké, wat zatig. Ja. Oké, ik heb het gelezen. Hallo. Welkom, ja. Hou je fucking back nou eens. Oké, dat was gewoon een beetje orgasmisch. Is dat meer van orgasmes? Wat zit hier? Oké, wacht even. Even kijken. Oké, ik heb nog 5 minuten dus. Die quest die werkte niet al te goed dus. Oh wacht, ik dacht ook, ik moet snel een roepje zien te komen, maar... Dus moet ik hier zo naartoe? Ja, helemaal weer hier zo. En dus dan hier zo. Open. Dus gewoon... Alles kapot, alles moet kapot, alles is stuk, alles is stom. Blaar. En ik heb alweer 30. Misschien kom ik er wel tot de 40. Dan ga ik 2 van die potjes doen. Als ik hem dan de eerste keer faal. Nee, dat is hem niet. Oh ja, hier zat ook nog zo'n Cucatula. Mooi. Hoeveel heb ik er nu? Iets van 19, denk ik. 19. Ja. 19. Dat getal is het mooiste dat ik ooit heb gezien. Oké, nu begin ik echt op die graaftel te lijken van Sesamstraat. Van 1, 2, 3. Nou, dan is het gewoon geen 2 potjes voor mij dan. Gewoon 1 keer proberen te schieten. En als het niet lukt, ja, ik heb hier toch eigenlijk bijna niks meer aan. Want later in het geval word je nog iets van... Moet je nog iets van 2 keer kind worden of zo, weet ik veel. Hoeveel. Ja, ja. Oké. Ja, game for adults. Zo. Nee, dat is al gemist. Dan faal je pas echt hard, vind ik. Maar ja. Oké. Nee, net niet. Kut. Zo. Ik moet even weer wennen waar die ook weer vandaan komen. Zo. Ah, kut. Too bad.
Ah, kut! Nou, niet genoeg groepjes, dan gaan we maar weer door, joh. Oh, zit hier zo nog heel stiekem? Nou, dat boeit mij eigenlijk niet meer zoveel. Hallo, vlindertjes. Hallo, mevrouw. Hallo, Temple of Time. Ja, ja. De tempel van de tijd. Ik denk wel dat ik nu mijn time kan uitzetten, want... Ja, hier ga ik dus dan wel stoppen. Zo om te zeggen. De Temple of Time. Echt waar, ik vind het gewoon echt een fucking mooie melodie. Gewoon zo. Oké, check. Daar. Oké. Moet ik dus nu de... Song of Time spelen, toch? Even kijken hoe die ook weer ging. Ik heb die een paar dagen geleden geleerd. Ik ben nu alweer vergeten. Vers A beneden. Oké, ja, ik ga wel opslaan, boeien. Rechts A beneden, oké. Okay. Rechts A beneden, rechts A beneden. Nu mee, fluiterik, oké. Ah! Oké. Song of Time. En dus dan komen ze. De Kokiri Emerald, de Goron Ruby en de Zora Sapphire. Die zijn er. Oké. Echt, dit stukje vond ik wel het allervetste in de game. Want nu gaat die deur ook open. Hier zo zie je de Triforce. En echt, je zou maar niet gewoon echt zijn, man. Het zou echt best wel vet zijn. Ja, je gaat wel iets van 20 keer dood op je reis, maar dat boeit hem niet. Oké, dus gaan we nu hier zo naartoe. Link, is dat niet? Nee, dat is hem toch niet? Nee! Oh, wauw. Is dat de Legendary Blade? Is die legendarische blad de Master Sword? Ja, dat is hem. Oké. Dan gaan we zo staan? Ja? Nee, oh, wacht. Het lukt alleen maar zo, hè? Rap. Dus dan pakken we de Master Sword en trekken we hem eruit. Yeah. Oké. Even kijken wat nu gebeurt. Wat nu? Oh nee. Ganondorf. Yeah. Excellent. Excellent. Als ik gedacht heb. Ja ja. Hier hield de sleutels van de deur van de tijd vast. Jij leidde mij naar de poort van de Scared Realm. Ja. Allemaal dankzij jou, kind. Hou je bek met je lange neus. Echt waar. Fucking Jood dat je hier bent. Ik heb geen haat tegen Joden, maar wel tegen hem. Link. Word wakker. De uitverkorene. Moet even op mijn beeldscherm. Dat haat ik. Oké, nou is de vraag van waar de fuck ben ik? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Zo. Hallo daar, iedereen. Wat ben je van? Wakker worden. Ik ben je wekker. Bitch. Maar daar staat iemand. Wie is dat? Vraag je af. Nou, dat is een man met een snor. Oh, wacht. Dat is Raruru. Raruru. Een van de oude sages. Lang geleden, wij zagen, bouwden de Tempel van Tijd om de doorgang naar de Circuit Realm te beschermen. Dit is de Kamer van Sages in de Tempel van het Licht. De Tempel van het Licht, situated in Ferris Center. Oké. Hij staat in het midden van de Scarlet Realm. Is de laatste sterke tegen Ganondorf's. Nou ja. De master zwaard, het kwaad destroying sword, van dat we uit dat pedaal hebben getrokken is, de sleutel naar de Scarlet Realm. Link, wees niet gealarmeerd, kijk naar jezelf. Oké, dan kijken we. We zijn een stuk ouder.
Nee. Oké. Okay. Kijk, Link. Je bent groot nou. Je bent volwassen geworden. Oké. Okay. De masterzwaard is een hele heilige blade. Waar de slechte nooit aan mogen komen. Oké. Okay. Alleen iemand die de hero van de tijd kan eruit pedaal trekken. Maar je was veel te jong om de hero van de tijd te zijn. Ja, ja, daarom. Daarom was je geest hier zo voor 7 jaar. En nu dat je oud genoeg bent. Ja, time's come for you. For the hero of time. Ja, we zijn nu gewoon de fucking hero of time, jongens. Well, do you understand your destiny? Ja. Maar, onthoud dit. Omdat jij de deur geopend heeft in de naam van vrede. Ganondorf, de Gerudo King of van Dieven. Use dit. Ah, hij is binnengedrongen. Godverdomme. Oké, okay, hij heeft de Triforce van de Temple of Light. En nu met zijn kracht is hij de koning van het kwaad. Zijn kwade power. 7 short years. Ah, hij rules nu van de wereld van monsters. Mijn kracht is alleen maar klein. Namelijk deze kamer. Er is nog hoop. Ja, ja, ja. Kracht is er nog. The Sages is awake. Sages seals will contain all the evil power in the void of the realm. Ik, Raoul van de 7 zagen. En jij moet kracht terugvinden wat mij de hero van de tijd maakt. Oké. Okay. De hero van de tijd. Oké, okay, gekozen bij de Master Zwaard. Ik hou mijn ziel bij je met. Ja, ja. Oké, okay, wat ga je me geven? Je geeft me wat, oude man. Met snor. Oké, okay, hij geeft me wat. Oké. Okay. Wat is dat? Oké, okay, ik heb nu het lichtmedaillon. Oké, okay, Rahul geeft me nu zijn kracht aan mij eigenlijk. Mooi. Vind de andere in Red Hyrule. Nou ja. Dan bedank ik jullie alvast voor het kijken van deze aflevering. En dan zie ik jullie gewoon weer in de volgende aflevering van Zelda Ocarina of Time. Ja, Link, ik ben ook heel verbaasd dat ik opeens moet stoppen. Maar ja. Ik moet gewoon stoppen. In deze 7 jaar zijn echt voorbij gegaan. Nou, voor ons was het iets van 2,5 minuut, oké. Okay. Het lijkt erop dat je sommige wapens die je als een kind gevonden hebt, niet meer kan gebruiken. Oké. Okay. Laten we weggaan. Nou, weet je wat? We gaan wel weg in de volgende aflevering. Maar wie is dat? Want we gaan nog lang niet weg. Ah! I've been waiting for you, Hero of Time. Oké, okay, deze aflevering duurt toch nog wel wat langer dan ik had gedacht. Ja, wanneer Evil Rules Dahl, An Awakening Voice from the Scarred Realm, This Night by the Sages, 5 Temples, 1 in een diep bos, andere op een hele hoge berg, eentje onder een heel erg diep meer, 1 bij het Huis van de Dood, Eén in de godin van het zand. Together with the Hero of Time, the Awakened Ones will blind the evil and return the light of peace to the world. This legend of the temples. Ja, de Sheikah. Ik ben Sheik. Overlevende van de Sheikahs. Oké, dan. Oké, je hebt een mysterische Master Sword. Je lijkt echt op de Hero of Time. Ja, daar ben ik ook, bitch. Iedereen wil gewoon mijn penis. Iedereen wil dat, omdat ik gewoon de fucking Hero of Time ben. Maar ik moet wel eerst de andere 5 setjes wakker maken. Oké. Okay. In the Forest Temple, the Sage is a girl, I'm sure you know. Oké. Okay.
Wie is het? Wil ze ook mijn penis? Ja, iedereen wil nu mijn penis, hè? Ja. Because the evil power in the temple cannot here be awakening for. Oké. Curtis, you cannot even enter the temple. You should head to Kalukyo Village. Oké. Ja, dat begrijpen we. We moeten in de volgende aflevering naar die ene. Dat ene stadje daar zo. En ja, dan bedank jullie voor het kijken van deze aflevering van Ocarina of Time. Ik zie je gewoon weer in de volgende aflevering. Aju!